Zullen we dan even een stukje lezen? Ja. Alleen, er is een beetje een probleempje weer. Namelijk, de postbode die de post bezorgt. Maar de post is bij de buren terechtgekomen. Volgens hem. Dus, toen heb ik naar het kantoor gebeld. Om te vragen of er een nieuw script kon komen. Maar het was dus te laat. Want ik dacht, dat duurt... pakweg 1 dag. Maar dat duurt dus 2 dagen. Dus... Dat geeft helemaal niks. Dan praten we toch gewoon een beetje om elkaar wat beter te leren kennen. Oké. Okay. Zeg, en welke commercials had je ook alweer? Oh, van de Melkunie en de begrafenisonderneming. Ik heb bij jou niet direct een associatie met een begrafenisonderneming. Ik speelde dan Cleopatra. Want Cleopatra... In die tijd werden piramides ook gebruikt als graf. Dus dan werd die farao begraven in zo'n piramide. Ben je zo nerveus? Ja. Dus. Ben je een beetje emotioneel instabiel omdat je weer ongesteld bent of zo? Nee. Wat is het dan weer voor een opmerking, zeg? Dat komt voor. Ja. Vast wel. Niet bij mij. Gaat het weer een beetje? Ja. Doe jij een glaasje prik? Jennifer? Ja. Sorry hoor. Ik kon echt niet helpen, gewoon. Ben je gewoon nerveus of is er iets? Ik word lastig gevallen door mijn ex-vriendje. Wat hier lastig? Ja. Dan moet je aangifte doen. Hoe vermoord iemand man als ik aangifte doe? Meestal bijten blaffende honden niet, hoor. Blaffende honden bijten wel degelijk, hoor. Zo, mama heeft me een keer het ziekenhuis ingeslagen, dus. Goed. Ik denk dat we beter een andere keer door kunnen gaan over de rol. Ja. Maar jullie zijn wel helemaal gek worden van dat hysterische wijf. Joh. Dat geeft helemaal niks. We hebben allemaal onze persoonlijke problemen. Dat geeft helemaal niks. Jemig. Tof. Misschien dat we een keer een hapje kunnen gaan eten of zo.